Nou, ik heb vandaag aan hogescholen en middelbare beroepsonderwijsscholen, ROC's, geldprijzen mogen uitreiken, investeringsbedragen, waarmee zij een koppeling maken tussen bedrijfsleven en opleidingen. En ook Han Automotive heeft daar in meegedaan. Die krijgen de komende jaren 5 miljoen euro om die koppeling teweeg te brengen. Daarna hebben we allerlei projecten bekeken die in deze investeringen meedraaien. Bijvoorbeeld hier op de Han een Dakar-auto die in elkaar gezet wordt. We staan hiernaast een mooie rally-auto die op elektriciteit gaat rijden. We hebben een elektrische crossmotor gezien. Een bank, een werkbank waar het gedrag van wegen wordt nagebootst. Ja, dat is precies wat het om gaat. Dat je in de praktijk ziet hoe theorie bij de praktijk wordt gebracht, hoe je dat kunt toepassen. Dat is heel motiverend voor studenten en ook goed voor het onderwijs. Maar het leuke is dat dit is eigenlijk een blok uit 1986. Ja, dat was 25 jaar geleden. En dan krenken ze nou 100 pk meer uit. Nou, we gaan dus door met dit concept. Niet alleen bij deze hogescholen en mbo's, maar ook elders in het land. Want we willen het concept van het koppelen van bedrijfsleven en beroepsopleidingen nog meer benadrukken. Om ervoor te zorgen dat nog meer studenten dit soort fantastische dingen kunnen meemaken.